Goeiedag, Dierendag vandaag, 4 oktober. En dat hebben we geweten. We hebben flink wat foto's van dieren ontvangen, maar die wel aan het genieten zijn van het weer, zoals deze kat. Een egeltje werd er ook vanochtend gespot. Hier mooi te zien op deze foto, ook mooi die herfstbladeren erbij. Het is natuurlijk ook echt wel herfst aan het worden. En iemand anders zag zelfs een eekhoorntje genieten van een heerlijk nootje. Mensen die naar boven keken en ook sluibewolking hadden, die zagen misschien wel een halo. Hier mooi op de foto ook te zien. Door de ijskristalletjes in de lucht wordt het licht gebroken van de zon en ontstaat er zo'n regenboogachtige kring rond de zon. Nou, die bewolking vanmiddag, die hoge bewolking, die blijft nog wel even aanwezig. Sterker nog, vanuit het westen gaat de bewolking vanavond en vannacht nog wel wat dikker worden. Maar het blijft droog. Morgen zijn er dan ook weer een aantal opklaringen. En dan in de avond, dan passeert er een storing en die brengt wat regen. Tot de avond, ik denk dat het gewoon op de meeste plaatsen droog blijft. En lokaal kan de temperatuur echt flink oplopen. Dieper landinwaarts komen we wel boven de 20 graden uit. Nou, vanavond is het nog redelijk rustig met wolkenvelden. Ook vannacht zijn die wolkenvelden aanwezig. Ik denk ook wel wat opklaringen. Maar de bewolking overheerst wel en de temperatuur die daalt niet heel erg. Het wordt 11 of 12 graden. Aan zee is het zelfs nog wat zachter. En er staat een stevige wind. Met name langs de kust kan er een vrij krachtige, soms zelfs krachtige wind staan. Boven land is de wind matig. De kans op mist en nevel is dus erg klein voor komende nacht. Morgenochtend vooral landinwaarts flinke zonnige perioden, zoals we dat nu kunnen inschatten. In het westen beginnen we waarschijnlijk wel met wat wolkenvelden. Maar daar kan de zon in de loop van de dag ook wel door. Hoewel ik er rekening mee hou dat Noord-Holland het misschien wel echt hardnekkige bewolking zal zijn. Temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden in het binnenland. In het noordwesten staat nu 18 graden. Misschien dat zelfs nog wat meer gaat tegenvallen. En die regendruppeltjes die u ziet, nou, die zijn pas voor de avond. In de avond trekt die storing van west naar oost over het land. Overigens morgen ook veel wind boven land. Matig tot vrij krachtig, windkracht 4, 5. En die wind die blijft ons de komende dagen toch wel een beetje parten spelen. Want het blijft een stevige wind uit het westen tot zuidwesten staan. Ook boven land is dat duidelijk het geval. Aan zee is de wind zelfs af en toe hard, windkracht 7. Wat de temperaturen betreft, zo'n 17 tot 18 graden, overwegend droog weer. Maar zaterdag kunnen er wel weer een paar buien vallen. Zondag lijkt een droge dag te gaan worden. En maandag dan opnieuw weer een buienkans. Nog een fijne dag.